Hij weet heel goed wat hij wil. Hij heeft een visie, heeft een doel. Het is een harde arbeider, denk ik. Een harde arbeider. Dames en heren, Gert-Jan Verbeek. Een van de voordelen is dat ik bij Bochum blijf, is dat het natuurlijk bereisbaar is. Een grootste tijd van mijn leven ben ik inderdaad. Ik ben er nu alleen door het leven gegaan. In ieder geval niet met een paar. Nou, ze vond de trainer wel leuk. En ik vond haar wel leuk, maar ja, een beetje jong. Die heb je dan het heiligdom, de heiligdommen, hè? Waarom schrijft je dan in mezelf je scheisse? Je zei je aarslachen. Dat zei je. Het doel met Bochum is om... ze hebben de ambitie om in de eerste liga te spelen. Liefst dit jaar nog. Maar anders volgend jaar.